Vandaag kijken we weer naar Minecraft Lifehack. En dit is hoe je een mini pompoen neer kan zetten. Ja, het is een beetje een random lifehack, maar ik denk wel heel erg leuk. Een slap, een armor stand en dan zet je zo een pompoen neer. En dan push je natuurlijk nog een dirtblok daar zo in. En dan nog een keertje, hoppakee. En als je dan dit wegblokt, hoppakee, heb je gewoon een kleine pumpkin. Oké, dus we beginnen met het neerzetten van een pumpkin. Dan maken we hier een gat van 1-2 diep met een slap erin. En dan ook nog een armor stand. En dan zetten we vervolgens hier een pumpkin op. Kijk eens wat leuk. En kijk, in principe kan deze ook gewoon weg. Dat is niet echt nodig. Maar zo ziet hij er dus in het groot uit. En dan vervolgens zetten we hier een piston neer naar beneden zo. Dan zetten we hier een blokje dan zo, hoppakee. En dan hakken we hem weer weg en dan zo, hoppakee. En dan hakken we dit weg. En kijk eens mensen, zo maak je dus een kleine pumpkin. En hij is echt veel kleiner dan de pumpkin hiernaast. Ik vind het oprecht best wel ziek te uitzien. Wel grappig om te weten. We kennen natuurlijk allemaal de nieuwe kristallen wel in Minecraft. Maar dit is een manier hoe dat je dus blijkbaar allemaal kristallen gewoon gratis kan farmen. En die dingen kun je supergoed weer gebruiken om met villages te traden en heel erg rijk te worden in Minecraft. Dus laten we maar gaan kijken of dat dit werkt. Hij heeft een soort van repeater gemaakt. En kijk, op deze manier zou het dus moeten werken. Ik ben heel erg benieuwd of dat dit echt werkt. Oké, dus we zetten hier een sticky piston neer met daarop een slimeblok. En hier plaatsen we vervolgens allemaal van deze mooie, prachtige kristallen op zo. Kijk eens aan. Oh, wat mooi. Oké, dan maken we vervolgens hier eventjes zo'n mooi cirkeltje met allemaal van deze repeaters zo. Dan zetten we er allemaal redstone. Dat ging verkeerd. Zo, omheen. Dan zetten we al deze repeaters even op, op de maximale, ja, tik, zeg maar. En dan gaan we deze hier zo aansluiten. Dat doen we gewoon eventjes lekker zo. Werkt dit? Zet ik dit goed neer? Ik weet het niet. Oké, nou laten we maar gaan checken of dat dit werkt. Hallo? Oh, misschien moet ik heel eventjes dit zeg maar aanpassen dat het hier zo onder terecht komt. Dat zou best kunnen. Ik snap er niks van. Wat is dit? Volgens mij werkt het gewoon niet. Wat is dit? En wat als ik zeg maar dit zou doen? Wacht, ik moet heel eventjes kijken. Misschien is dit een beetje noob van me, maar... Oh, kijk, ik denk dat ik het al door heb. Ik moet gewoon eventjes... Of ja, ik moet natuurlijk dit wel even zo plaatsen. Pak ik even wat gras. En ik denk dat ik het zeg maar zo direct erin moet bouwen zo. Kijk eens. Oh, het werkte maar één keer. Het werkte maar één keer. Wat is dit voor een gekke scam? Oké, we hebben hier een oven. En dit is de nieuwe manier van brandstof, dames en heren. Je pakt wat van die magma balls of wat dan ook. Die stop je in die oven met kool. En dan dit erboven. Wat? Werkt dit? Kun je op deze manier een lava bucket maken? Is dit het? Oké, wacht. Als dit werkt, zou dat echt super chill zijn. Want dan kan je op een andere manier ook nog lava... Wat? Je maakt netherrack op die manier. En je hebt lava. Huh? Oké, laten we gaan checken of dat dit werkt. Oké, dus we zetten een oven en een crafting table neer. Vervolgens doen we dit. En oké, hiervan krijg je een magma blok. Dat is al heel positief. Oké, en nu een moment van de waarheid. Gaat dit in de furnace kunnen? Het doet helemaal niks. Wat is dit? Oh mijn god. Dit is weer een lifehack die niet werkt. Oh, ik word helemaal gek. Dit was wel leuk geweest, want je kunt dus van die magma cubes, van die magma balletjes krijgen, waardoor je zeg maar super makkelijk lava zou kunnen farmen, mocht je dat nodig hebben. Maar het werkt dus niet. Helaas. Dit is een glitch in Minecraft, hoe je elk item wat je maar wil, kan dupliceren in meer items. En hij heeft hier zeg maar zo'n shulkerbox en zo'n gek poppetje. Die moet je even een paar keer slaan. Dan gooi je die shulkerbox en vervolgens gooi je goud, want daarmee kan je dus ruilen. En dan gooit hij zeg maar de shulkerbox weer terug. Oh nee, je moet hem killen. Oké, nou, en dan heb je dus twee van deze dingen met diamonds erin. Laten we kijken of dit echt werkt. Oké, dus we pakken hier onze shulkerbox. Daar doen we al deze diamonds in. Vervolgens gaan we even in survival mode. Dan slaan we deze piglin eventjes een aantal keer zo. Hoppa, zo, ja. En dan gooien we even... Wacht, is dit de goede shulkerbox? Even kijken. Ja, dat is de goede shulkerbox. Oké, top. Dan hak ik hem even snel weg. Ik word ook ziek gedamaged door die gastje. Oké, dan gooien we dit ding. Kijk, dan heeft hij hem als het goed is opgepakt. Pak hem op dan. Oh mijn god, dit meen je niet. Werkt het nou ook al? Jeetje man. Oké, nou dan gooien we gold nog maar even. Misschien heeft hij toch nog iets voor ons. Oh, let's go. Wat ga je me geven dan? Hier, neem die shulkerbox. Neem gewoon allebei de shulkerbox. Wat maakt het mij ook uit? Oh, hij heeft een fireball gegeven. Wat moet ik daar nou weer mee? Oké, deze lifehack is weer één groot drama. Snel door naar de volgende. Dit is hoe je een super compacte cobblestone generator kan maken in Minecraft. En je hebt hier een aantal van deze trapdoors. Je zet er wat water in. Oké. Je kan het nog volgen. Dat doe je hetzelfde aan de andere kant met lava. Alleen al zonder de stairs. En op die manier zou je de snelste cobblestone generator ooit kunnen maken. Oké, dus we beginnen hier met 1, 2, 3 trappetjes. Dan zetten we hier allemaal van deze dingen omheen. Ook gewoon aan deze kant, weet je waar. Oh nee, trouwens, aan deze kant hoeft het helemaal niet volgens mij. Oké, nou, we zetten ze hier neer en daarvoor ook allemaal even zo. En vervolgens
vervolgens doen we hier allemaal water in. En we maken hier zeg maar nog zoiets. En dan doen we zo. Ja, 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 ja. Dit kan allemaal. Hoppakee. En dan moet volgens mij hier lava komen. Kijk, dan hakken we hier die trap door weg. Die mag open blijven. Dan zetten we hier gewoon even wat lava neer zo. En gaat het werken? Ja, het werkt. Wat? Terwijl het water eigenlijk niet eens de steen raakt. Maar alsnog werkt het gewoon. Even in survival mine hoor. Ja, ja, ja. Dit is helemaal top. Het blokje verbranden wel. Dat was niet chill. Maar wat ook nog een lifehack is om zeg maar deze spullen niet allemaal weg te laten gaan. En dit is echt een hele goede lifehack. Is om hier nog een chest neer te zetten zo. En om hieronder eventjes zo wat hoppers te plaatsen in elkaar. En kijk, op het moment als ik dan nu aan de minen ben in survival mode. Dan gaat dus al die steen gewoon meteen die hopper in. En valt het eigenlijk niet zo snel meer in de lava. Het gebeurt nog steeds, maar je hebt minder kans dat het in de lava valt. En kijk, op deze manier komt het allemaal in deze chest. Dit is eigenlijk een veel betere versie. Hé, verzin ik gewoon even. Gratis tip voor jullie. Dit is een illegale bug in Minecraft. En je plaatst gewoon eventjes wat van die sugarcane, wilde ik zeggen. Maar dit heet volgens mij bamboe. En dan plaats je er wat water omheen. Vervolgens doe je wat hoppers eromheen. En hij hakt letterlijk het onderste blokje weg. En je krijgt gratis bamboe. Laten we checken of dit werkt, weet je. Waarom ook niet? Oké, dus we plaatsen hier wat water. Hier een bamboe. En die gaan we helemaal omhoog halen. Hoe hoog is die? Wow, yo, dat is echt ziek. Oké, volgens mij kan die letterlijk niet hoger. Vervolgens zetten we op dit blok een slimeblok. En dan halen we hier even al deze blokjes weg zo. Hoppakee. En hier plaatsen we gewoon even allemaal hoppers, dames en heren. Zo. Hoppakee. En ik ben benieuwd of dat dit gaat werken. Laten we maar even in survival modus gaan. En dit blokje weghakken. En, dit werkt weer niet. Waarom? Dit is een geheime portal glitch in Minecraft. En je zet gewoon een portal neer. Weet je, iedereen weet wel hoe dat je dat doet toch? Je zet even wat slime blocks tegenaan. Zo op deze manier. Ja, dat kan ook nog iedereen wel. En vervolgens hak je dus zeg maar de rand weg. En plaats je diamond blocks. En oké, dit is een beetje raar. Oké, dus je plaatst het zo. Je hakt de slime blocks weer weg. En je hebt een diamond portal in Minecraft. En hij komt ook nog eens in een diamond dimensie uit. Ja, 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 ja. Dit geloof ik niet. Oké, dus hier hollen we 4 blokjes uit natuurlijk voor het portal zo. Hoppakee. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, er moet nog 1 hoger. Zo, hoppa. Dan plaatsen we hem hier aan. Nou ja, we weten natuurlijk allemaal dat het werkt. En nu zetten we hier wat slime blocks neer. Aan beide kanten natuurlijk zo. Hoppa. En dan zou ik nu dit allemaal moeten kunnen replacen met diamond blocks. Oh, volgens mij heb ik een portal al gesloopt. Oh, mijn god, dit is weer één zieke scam. Waarom werkt niks? Wat is dit? Bij deze dacht ik oprecht nog dat die zou werken ook. Dit is de makkelijkste manier hoe je netherite vindt onder lava. Je gaat gewoon letterlijk bouwen met chains en een night vision potion op. En kijk, hij heeft het gevonden. Oké, laten we gaan checken of dat dit werkt, mensen. Ik ben heel erg benieuwd. Oké, ik heb hier een night vision potion en die neem ik natuurlijk even in. En hier hebben we een chain en... Oh mijn god. Dit is nu al een scam. Ja, ja, ik heb ze wel door. Dit is echt weer zo ontzettend jammer. Kijk, je kunt op deze manier denk ik wel gewoon goed, zeg maar, over lava bouwen. Nou ja, dat kan met blocks eigenlijk ook net zo goed. Maar even kijken, wat is dit dan? Waarom werkt het niet? Ik wil dat het werkt. Waarom werkt het nou niet? Ah! Deze lifehack is wel heel erg apart. Je hakt letterlijk een pompoen weg. Je zet een anvil neer en je verandert de naam in Santa Hat. Oftewel kerstmanshoed. En dan krijg je blijkbaar een hoed van de kerstman. Ah, ik betwijfel deze mensen. Maar als hij werkt zou het wel heel vet zijn. We hebben vandaag al heel veel pompoenen lifehacks gehad in principe. Dat is wel leuk. Oké, we moeten dus gewoon dit erin plaatsen. Dit doen. Santa. Oh, met de hoofdletter volgens mij. Santa. Het. Oh nee, we moeten het met een kleine letter doen. En... dit werkt niet. Misschien werkt het in Minecraft Bedrock. Oké, we zijn hier in Minecraft Bedrock. En we zetten hier even een anvil neer. Met natuurlijk weer die pompoen erin. Santa. Het. Oké, laten we hem even kijken. Ah, dit werkt ook echt voor geen meter. Misschien als ik hem opzet of zo. Nee, dit werkt niet. Ik word gewoon wel blind van deze pompoen. Dit is hoe je zwevende lava maakt in Minecraft. Je hebt letterlijk een aantal pistons nodig. Echt, eigenlijk heel erg veel pistons. Kijk eens even hoeveel pistons dit zijn. Dat is niet normaal. Je zet wel lava neer. En wat je dan doet, is alle lege plekken invullen met slijm. Oké. En dan hak je dit dus allemaal weer weg zo. Je hakt het echt allemaal weg zo te zien. En dan heb je zwevende lava. Laten we kijken of dat het werkt. Oké, ik maak hier even een mooi plekje vrij zo. Hoppa. En dan zetten we hier een redstone blok neer met een piston. Dan moet er hier eentje zo. Hoppa. Dan zetten we vervolgens hier nog een redstone blok neer met hier een piston. En hierop ook nog een piston. Dan zetten we hier de lava op en hier wat slime blocks zo. En hierop nog wat slime blocks. Dan zetten we hier ook nog allemaal wat slime blocks neer. En dan hakken we de redstone blokken eerst even weg. Deze die mag ook weg. En dan hakken we gewoon al deze
deze zooi weg zo. Hoppakee, kijk eens aan. En oh, dit wordt het laatste moment. En let's go, hij werkt. Je hebt zwevende lava. Wat? Ik had echt niet verwacht dat deze zou werken, mensen. Maar je kunt dus gewoon zwevende lava maken in Minecraft. Dit is echt ziek. Deze lifehack heb ik al een keer getest. Maar dit is eigenlijk de evaluatie hiervan. Je plaatst gewoon een hele hoop sterren zo op elkaar. Je zet even wat honingblokken er zo op. En dan kun je waarschijnlijk aan de zijkant van de trap omhoog klimmen zo. Kijk eens aan. Ja, ja. Dit kan best een goede lifehack zijn om bijvoorbeeld in je base te komen. En dat anderen niet weten dat je op die manier die trap moet beklimmen. Oké, dus we gaan hier onze trap maken. Dat vind ik wel een mooi plekje zo. Oh, kijk eens aan. 4 en dan hier 1, 2, 3, 4, 5. En dan doen we hier nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go. 1, 2, 3. Oh, 7. Hoppakee. Kijk eens mensen. Oh, dit gaat al fantastisch goed. Let's go. Kijk, en dan hebben we hier dus even een hele trap gemaakt. En wat we dan gaan doen is eventjes hier zo een hele hoop slimeblocks plaatsen. Of ik zeg slimeblocks, maar het zijn natuurlijk honingbloks. En ik heb al in zoveel video's met honingbloks gewerkt. En je kunt er zoveel vette dingen mee. Dat is echt ziek. Oké, en kan ik nu zo omhoog? Ja, zeker kan ik zo omhoog. Maar dan is vraag. Kan het ook via de andere kant? Maar natuurlijk kan het via de andere kant. Dit is een top lifehack, mensen. Ik weet alleen niet waar je hem gaat gebruiken, maar hij is wel heel cool. Op deze manier zou je bedrock moeten kunnen breken in Minecraft. Je zet letterlijk een TNT-blokje neer met daarop een gek stok. Wat is dat stokje? Wacht. Oké, ik heb echt geen idee wat dat stokje is, maar wij gaan het gewoon proberen met een end rod, want ik weet niet of dat dit gaat werken. En zo blaas je dus bedrock op en kan je het zelfs nog oppakken. Oké, dit blokje bedrock willen we dus gaan oppakken. Ik heb hier al een soort van geraamte omheen gebouwd. We bouwen hier nog even wat blokjes omheen zo. En hier moet overal redstone overheen zo. Kijk eens aan. Oh, wat simpel zou je denken, toch? Als dit werkt, zou het heel chill zijn. Want dat betekent dat je gewoon een bedrock huis kan maken, mensen. Vervolgens zetten we hier overal pistons neer zo. En oh mijn god, ik heb het verkeerd gedaan. Ze moeten één naar achter. Nee, alles opnieuw. En let's go. We hebben het even opnieuw gemaakt. En we doen er weer even overal wat redstone omheen natuurlijk. En vervolgens zetten we hier de TNT neer. Met daarboven een endrot. Want dat andere gekke ding kon ik niet vinden. En dan doen we zo dit erboven. Dat is trouwens helemaal niet waar. Ik moet hier eerst een sticky piston hebben. Die moet zo. En dan deze zo. Ja. Oké, dit is top. En dan doe ik het alsnog verkeerd. Want hier moet eerst nog een slimeblok tussen zo. Oké, wat we nu doen is hier een redstone blok neerzetten. Zodat al de pistons zo, hoppakee, allemaal lekker die kant op gaan. Kijk eens aan. Oh, en dan zie ik weer dat ik het weer verkeerd heb gedaan. Deze lifehack gaat niet helemaal zoals ik wil, zoals jullie wel doorhebben. Kijk, op deze manier moet het dus. En wat we dan doen is deze aansteken en oh shit. Nee. Hier, zo. Ja, oké. En heb ik hier een bedrock blokje ergens? Kom op, vertel me dat er bedrock ligt. Ergens, alsjeblieft. Ik wil bedrock. Oh mijn god. Of het is gewoon een kleine kans dat hij dropt. Nou ja, ik heb geen idee. Volgens mij werkt hij niet helemaal. Klik hier op deze video als je lifehacks wil zien die wel werken. Want deze, ja, die werkte niet helemaal. En abonneer natuurlijk ook even op mijn kanaal. Als je dan toch aan het wachten bent om te klikken. Want je hebt blijkbaar nog niet geklikt. Anders hoor je dit niet. Dus kom op, klik!